had ik een hele matige belangstelling voor wilde dieren. Zoals, dat is eigenlijk het verhaal. En ik was programmamanager en ik deed innovatieprojecten, grote projecten. En naar aanleiding van een van die projecten heb ik een uitnodiging gekregen om in Kaapstad aan de Stellenbosch Universiteit een lezing te geven over forensisch onderzoek, innovatie, over human crime scenes. Dus helemaal niks met dieren te maken. En na mijn lezing kwam er iemand naar mij toe en die vroeg aan mij, en dat spreek je over 12 jaar geleden, heb je er wel eens aan gedacht om forensische kennis in te zetten in de strijd tegen wildlife crime? En toen zei ik tegen die persoon, nou, ik heb nog nooit van wildlife crime gehoord. En misschien was dat een beetje arrogant van mij, want ik heb op het landelijk pakket gewerkt. Ik was beleidsadviseur terrorismebestrijding en zware georganiseerde criminaliteit. Dus ik wist een beetje wat daar rondging. En toen zei ze, mag ik je dan uitnodigen om naar het Krugerpark te komen? En dan kunnen we je eens bijpraten. Want even, wildlife crime, kort en goed, is gewoon stroperij? Dat is gewoon stroperij, ja, maar zwaar en georganiseerd. En ik ben naar het Krugerpark gegaan en ik heb daar eigenlijk een college gekregen. En als ik de cijfers even actualiseer, ze vertelden me gewoon dat er 25 tot 30 miljard euro omgaat in wildlife crime. 1000 rendiers zijn vermoord in de strijd tegen stroperij. En er gaan worden ongeveer 350 miljoen dieren per jaar gestroopt. En dan heb je het over vlinders, salamandertjes tot de Big Five en alles wat ertussen zit. En dat waren wel in en ook vissen, begrijp ik? Ook vissen, ongelooflijk veel. Heel veel, heel veel in marine life, ja. En goed, dat begon een beetje te dagen bij mij. Totdat er die nacht, toen ik in mijn lodge lag, een helikopter overkwam. Ik ging naar buiten, terug naar de directie die ik gesproken had. En ik vroeg, wat is er hier aan de hand? Ik zie gewoon die helikopter. En er waren wat mensen aan het huilen. En ik vroeg aan hen, moet ik iemand condoleren? Is er iets gebeurd? Nee, er is een rhino doodgeschoten, 1 kilometer hier vandaan. En die helikopters zijn er om het kalf te zoeken. Want anders word ik opgegeten door leeuwen. En toen dacht ik bij mezelf, een wild dier dat je niet kent en jullie zijn in tranen. En de volgende dag zijn we met de politie naar het kadaver gegaan. En 12 jaar geleden, ik kwam uit Rotterdam, Blijdorp. Ik heb die rhino's daar gezien, maar wat je daar zag liggen, dat was, ja, ik was gebiologeerd. Ik bedoel, een enorm dier lag daar, de horen eraf gehakt. 2 mensen met een metaaldetector die de kogel aan het zoeken waren. En toen ik na 5 minuten weer een beetje bij zinnen kom en als een professional naar die crime scene keek, toen zag ik wel dat er allerlei sporen lagen. En dat sporenpatroon was herkenbaar als een sporenpatroon van een menselijke crime scene. En te meer, die moord op die dieren gebeurt op afgelegen terrein. Je hebt nooit een getuigenverklaring. Dus als je geen getuigenverklaring hebt, je hebt ook geen forensische sporen, ga je dat nooit oplossen.